Stichting Ibota. Ja, graag gedaan. Een voormalig verpleeghuisarts heeft euthanasie op een 74-jarige vrouw volgens alle zorgvuldigheidseisen toegepast. Dat oordeelde de rechter vanmiddag. Het Openbaar Ministerie vond dat er sprake was van moord, maar daar is de arts dus van vrijgesproken. In de studio Paul Lieversen, voorzitter van de Christelijke Artsenvereniging CMF Nederland. Meneer Lieversen, welkom. Dank u wel. Heeft u deze rechtszaak gevolgd? Ik heb het wel gevolgd vanaf een afstandje, niet door in de rechtszaal te gaan zitten of op die manier heel intensief dat te volgen. Maar ja, zoals veel Nederlanders die iets met medische zaken te maken hebben en ook de publieke opinie proberen te volgen, ja, het heeft me natuurlijk wel bezig gehouden. Ja, en is het oordeel van de rechter, voor zover u dat kunt beoordelen, terecht? Ik heb het gevreesd dat dit eruit zou komen. En er is natuurlijk wel iets gaande ook in Nederland. Want in de afgelopen 16, 17 jaar dat we nu gewend zijn aan euthanasie, is de publieke opinie al verder opgeschoven. Het feit alleen al dat er applaus was in de zaal toen de rechter dit uitsprak. Ja. Ik weet niet wat er gezegd was als er een andere uitspraak was. U zegt, ik heb het gevreesd. U bent er niet blij mee? Ik ben er niet blij mee om een aantal gevolgen die het is. Maar weet u wat het is? Het feit dat we zo over euthanasie praten, zeg 15, 16 jaar geleden, dat noem ik niet voor niks, was het woord euthanasie was een schrikbeeld. Dat was iets voor extreme situaties. En nu is euthanasie bijna alledaags. 1 van de 20 mensen in Nederland overlijdt door euthanasie. Bij kanker zoals 1 op de 10. Ofwel, men is bijna gewend eraan dat iemand in de familiekring of in de straat door euthanasie overlijdt. Hoe belangrijk is deze uitspraak? Welke gevolgen gaat het hebben? Het is belangrijk om een aantal redenen. Eén reden is dat artsen steeds gewend waren om na te gaan, als zij eventueel euthanasie wilden toepassen, om in ieder geval na te gaan, is dit de wens van de patiënt. En dat was heel nadrukkelijk ook nodig om het op een bepaalde manier vorm te geven. Het is namelijk ook nog zo, in Nederland is uniek in de wereld dat het zo'n euthanasiewetgeving heeft. Maar ook nog dat het iets is wat op deze manier toegepast wordt, namelijk met zo'n injectie. Ja. In de meeste landen waar euthanasie gedaan wordt in de wereld, wordt euthanasie gedaan veel door een drankje. Niet zoals deze, maar door een drankje te krijgen. Met daarin dat de patiënt weet, hier zitten middelen waar ik door ga overlijden. Maar vindt u het een glijdende schaal? Want deze vrouw, die demente vrouw, die heeft in de tijd wel uitdrukkelijk haar wens tot de uitdrukking gebracht dat ze haar leven wilde beëindigen op het moment dat ze dement werd. Dat kon ze aan het einde niet meer doen. Maar vindt u dat een glijdende schaal? Nou, weet u, dat drankje, u stapt even vanaf, maar dat drankje is dan wel een verschil met of je dat bewust krijgt van dit drankje ga je dood van. Of in dit geval bij deze mevrouw, dat ze het drankje kreeg stiekem om een slaapmiddel toe te dienen, om daarna de euthanasie met de injectie te kunnen doen zonder al te veel tegenstand. Ja, maar deze vrouw wist het niet. Die vrouw wist het niet. Nee. En dat is namelijk tot nu toe steeds het crux geweest van de beoordeling door een arts. Weet de patiënt wat er gebeurt op het moment dat ik de euthanasie ga doen? Een patiënt die bewusteloos is, krijgt geen euthanasie in Nederland. Op een intensive care geen euthanasie. Dit is dus dit toch is wel baanbrekend. Het verleggen van wat piketpaaltjes. Wat denken u dat dan de volgende stappen gaan zijn, wat er gaat gebeuren? Ja, ik wil er niet te veel op vooruit lopen, maar ik vrees dat op meerdere vlakken het gevolgen zal hebben. Eén van de gevolgen zal zeker zijn dat mensen gaan denken, oh, dit mag dus. Het feit dat de rechter het in deze unieke situatie toelaat, niet veroordeelt, laat ik het zo zeggen. Dan gaan mensen denken, oh, dus dit mag ik dan vragen. Ik mag dus de arts vragen, ook bij mijn oma die dement is, of bij degene die niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, kan ik misschien ook over euthanasie gaan praten. En op die manier kan er geduwd gaan worden tegen een arts. En het gebeurt al heel veel. Het kost artsen sowieso al veel moeite om weerstand te bieden aan de druk van familie, bijvoorbeeld in het geval van bewusteloosheid in de palliatieve zorgafdeling. Hoe groot is die druk? Die druk kan heel intens zijn als een arts daar niet goed weet mee om te gaan. Het vraagt wel wat van een arts, zeker van jonge, beginnende artsen, om hier ook heldere standpunten in te nemen. Ja. En ook te zeggen, dit kan niet. Ja. En niet zozeer niet alleen volgens de regels, dit wil ik ook niet. Maar als die regels niet meer helemaal duidelijk zijn, dan vervalt wel een heel belangrijk
criterium om dit tegen te kunnen houden. Ja. U pleit ervoor om goede palliatieve zorg meer onder de aandacht te brengen, omdat daardoor het aantal euthanasieverzoeken zouden verminderen. Hoe ziet u dat voor zich? Ja. Nou ja, dan gaat het niet per se over euthanasie, zoals bij deze situatie van een mevrouw met dementie, die namelijk had gezegd 3 jaar geleden of zo, ik wil niet naar het verpleeghuis als het zover is. Ja. Maar die al nu wel 3 jaren in het verpleeghuis was trouwens. Ja. Dan gaat het meer over mensen die zeggen, dit hou ik niet vol. Of ik ben bang dat ik het straks niet vol hou. Want dat is nou ook mijn ervaring. Want mensen die bang zijn om te lijden en daardoor liever dood willen. En natuurlijk hoort bij veel aandoeningen speelt ook fases van zorg en pijn en dingen die tegenzitten en inleveren van conditie. Ja, u bent zelf anesthesist, dus pijnbestrijder. Ja. Dus in hoeverre speelt dat inderdaad mee als u mensen kunt garanderen, ik weet niet of dat kan, u zult geen pijn hebben. Kiezen ze dan sneller om te blijven leven? Garanderen, u zult geen pijn hebben, heb ik nooit gedaan. Maar dat kan ook niet. In ons leven, dat gaat ook voor u als u bij de tandarts bent of voor mij als ik iets breek. Pijn overkomt ons. Wat ik wel kan beloven en ook heel vaak gedaan heb, is dat we ons best zullen doen om het minstens draaglijk te houden. En liever meer dan dat. Ja. En die belofte van of het nou over pijn gaat, of over kortademigheid, of over andere vormen van lijden die iemand kunnen tarten en lastig kunnen maken. Ja. Dat kunnen verlichten, dat beloven, dat neemt ontzettend veel angst weg. Het is vaak angst dat mensen over euthanasie praten. Ja. Met mij hebben gepraat. Waarom denkt u dat er zo weinig aandacht is voor palliatieve zorg? Er is niet weinig aandacht voor palliatieve zorg. Het is in Nederland een enorme inhaalslag gekomen. En veel artsen worden ook goed opgeleid op dit moment. Het enige is wel dat palliatieve zorg wordt vaak verengd tot het onderwerp mensen die ongeneeslijk ziek zijn bij kanker. Dat mensen die te maken hebben met hartfalen. Mensen die te maken hebben met longen die achteruit gaan en weinig conditie meer over hebben. Mensen met dementie. Ook daar hoort palliatieve zorg een plaats te krijgen. Ja. En daar zijn ook heel veel ontwikkelingen mogelijk. Ja, u bent zelf bij CMF gestart met cursussen voor artsen rondom het thema euthanasie. Is dat nodig? Hebben artsen die begeleiding of die toerusting nodig? Ja, en niet alleen bij CMF. Gelukkig zijn er ook veel cursussen sowieso in het land voor Nederlandse artsen. Maar ook wij hebben onze eigen cursus ontwikkeld. En die heeft zowel tot onderwerp hoe om te gaan met de patiënt gesprekstechnisch. Tot en met wat is de techniek van goede palliatieve zorg. Wat zijn de vraagstukken rond wel of niet behandelen. Hoe beoordeel je dat? Hoe betrek je daar collega's in? Wat zijn de ethische kanten, de juridische kanten? Het is heel veelzijdig. Het is heel veelzijdig, dus we hebben ook een hele intensieve cursus van 2 dagen daarvoor gestart. Is daar veel behoefte aan? Die was helemaal vol ingetekend. Dus er is veel behoefte aan. Die gaan we dus ook herhalen. Ja. Laat ik het anders formuleren. Maakt u zich zorgen dat door de uitspraak die vanmiddag is gedaan door de rechter, dat artsen eigenlijk meer onder druk gezet zullen worden om een euthanasie te moeten uitvoeren? Ik denk dat zowel dokters meer onder druk gezet zullen worden, wat ik net al noemde, als ook dat patiënten zichzelf gaan afvragen, word ik straks niet een keer bekeken als van ben ik niet te veel met mijn beginnende dementie of met mijn achteruitgaande conditie, met mijn ouderdom, de eenzaamheid die me afkomt, vrienden die mij ontvallen zijn. Ofwel ook voor patiënten zal het, mensen die zich niet eens patiënt voelen misschien, die al zullen gaan denken, komt er een tijd dat men mij aankijkt van is jouw tijd niet om te gaan. Denkt u dat het zover komt? Want dit gaat toch om deze demente vrouw die had duidelijk die wilsbeschikking gemaakt. Van ik wil overlijden als het zover is. Maar u heeft het over een volgende stap misschien wel. Dat er niet eens meer toestemming nodig zal zijn. Deze mevrouw heeft ooit dat verklaard. Dat meende ze vast. Maar we zijn na haar verklaring een paar jaar verder. De ene dag zei ze ik wil dood. De andere dag zei ze ik wil niet dood. Ze was dement. Dus ze moest vastgehouden worden. Het is een gruwelijk scenario als je het voor je ziet. Hoe iemand op die manier doodgemaakt is. Ja. Wat denkt u over de toekomst? Ziet u het positief in of maakt u zich wel zorgen over de toekomst? Ik zie dat er op het gebied van ontwikkeling van palliatieve zorg, waar we net even over gesproken hebben, heel veel mogelijkheden van verbetering. Het is trouwens niet zo dat het alleen maar een christelijk stokpaardje is. Gelukkig zijn heel veel artsen hiermee bezig. Huisartsen, specialisten, oudergeneeskunde, geriaters. Die zijn hier wel degelijk mee bezig. En die willen die zorg ook graag bieden. Ja. Het zal wel voor hun moeilijker zijn om weerstand te bieden, met name aan familie. En de sociale druk misschien die ook vanuit de media en politiek op artsen wordt gelegd. Dat kan sociale pressie zijn, ook met oog op financiële bezuinigingen. Ja, dank voor uw toelichting, Paul Lieversen van CMF Nederland.
Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.